Ja, welkom bij Autisme TV. Je hebt autisme en je wilt het liefst zo normaal mogelijk overkomen. Dus kijk je om je heen, je observeert mensen, je probeert hun gedrag misschien te kopiëren. In de hoop dat je eigenlijk zo het autisme niet zo laat zien en je gewoon mee kan doen. Maar het kost je wel heel veel energie en je wordt er zo moe van. Nou, dat is het thema van vanavond. En we hebben dat thema eigenlijk opgepakt omdat er een aantal weken geleden een voordracht werd gehouden door een Engelse psycholoog, Will Mandy. En die had het over sociaal gedrag kopiëren, sociaal camoufleren noemt hij dat. We hebben het onderwerp ook gepost op onze social media en er is heel erg op gereageerd. Dus het onderwerp leeft ook sterk. En u kunt vanavond ook reageren, want we hebben de chat en daar kunt u opmerkingen kwijt. U kunt vragen stellen, u kunt misschien ervaringen delen. En ik leg nog even uit hoe dat werkt. Aan de rechterkant van het scherm, die kant dus, ziet u een rode tab. En als u daarop klikt, dan schuift er een chatbox open en daar kunt u dan een tekst kwijt. Ik kan me ook voorstellen dat het te veel is en dat u denkt, ik kijk alleen naar de uitzending. Dan klikt u weer even op die rode tab en dan verdwijnt de chat. Er zit hier een redactie en die filtert de reacties en die legt ze straks hier aan tafel aan ons voor en dan kan ik ze bespreken. En met wie doe ik dat? Dat doe ik met onze gast vanavond en dat is Els Blijt Hogewijs. Nu zeg ik het goed. Ja. Klinisch psycholoog. Ja. Wat doe je precies? Ik werk bij Interpsy in Groningen, bij een GGZ-instelling daar. En, ik heb een drievoudige functie. Ik ben manager behandelzaken van alle specialistische teams, onder andere autisme team en infant team. Ik doe klinisch werk, diagnostiek en behandeling van volwassenen, vooral ook vrouwen met autisme. En ik doe wetenschappelijk onderzoek en ben verantwoordelijk voor het wetenschappelijk onderzoek binnen Interpsy. Dat is heel veel, hè? Dat is heel veel, ja. Daar gaan we straks meer van horen. Ik wil even uitleggen wat we precies gaan doen in dit programma, want we delen dat meestal op in drie delen. Het eerste deel gaat over de vraag, ja, wat is dat nou eigenlijk, dat sociaal camoufleren? U ziet het nu ook op dia achter in beeld. Het tweede deel gaat over de vraag, ja, waarom doen mensen dat? Wat is hun motief? En het derde deel gaan we op zoek naar de balans. Hoe kan je daar nou een mooi evenwicht in vinden tussen dat camoufleren en sociaal kopiëren, moet ik zeggen, en je eigen persoonlijkheid eigenlijk bewaken. Hè? Dat is ook aan de orde. Maar voordat we starten met ons gesprek, wil ik even een fragment laten zien van Will Mandy, waar ik het al eerder over had. Daar laten we een aantal fragmenten van zien. Uit zijn voordracht. En wilt u die hele voordracht zien, dan kan dat trouwens ook. Dat staat op ons YouTube-kanaal. Maar we laten er nu een aantal fragmenten uitzien. Ik ga naar het eerste fragment. Okay, what is camouflaging? Well, when I talk to autistic people about what is camouflaging, there's one word that very often finds its way into the conversation, and that word is normal. Yeah. So there was this wonderful quote from the Hull et al. Paper that in fact made it into the title when we asked people what does camouflaging mean to you? And somebody says, oh, it's me putting on my best normal. Yeah, and you know that's an echo of the famous Leanne Holiday Willey book, Pretending to be Normal. This concept that camouflaging is about pretending to be normal. When we analyzed people's data, we found that camouflaging had a couple of components. Masking. So these are sort of behaviors that focus on hiding one's autism, perhaps even developing different personas or characters to use during social situations to mask one's autism. And we also felt there was a collection of behaviors and experiences that could come under the umbrella of compensation. So developing explicit strategies to meet the social and communication gaps resulting from an individual's autism. I'm not quite sure why the word body language has snuck in there. It's not supposed to be there, so ignore it. So camouflaging could be as simple as somebody, let's say a girl who moves to secondary school and she enjoys stimming, but she notices that when she stims, some of the other kids in her class tease her about it or think it looks odd. And so she takes a conscious decision that in future she's going to stim privately in her own home. Now, that would be an example of camouflaging. Also, concerted, effortful attempts to acquire, if you like, characteristics of neurotypical socializing, for example, neurotypical style of using eye contact, perhaps having a rule about I look in between somebody's eyes for 3 seconds and then I look away, or working out ways to kind of, if you like, to give the impression of using a neurotypical style of eye contact, or indeed of gesture. What we found from our data is that very often camouflaging is informed by mimicry,
by copying others. So I remember one young woman who I sat down with in an eating disorders unit who was autistic, described a time when she was in secondary school. So she'd just made the transition to secondary school. She was moving into adolescence, and she reported feeling really adrift, really struggling socially. And one way that she dealt with that was to identify another girl in her class who she considered to be particularly popular, and to copy her. And in a really concerted, skillful and resourceful way. For example, going home, practicing her gestures in front of the mirror, copying her clothes. And she developed, if you like, a rule-based system, partly for socializing, partly based on the mimicry, but also a persona, a mask that she could put on in certain situations that helped her navigate those situations of sort of neurotypical socialization as an autistic person. Ja, nabootsen van anderen. Mijn meest normale rol spelen, werd ook gezegd. Wat kom jij tegen in jouw praktijk, verhalen? Wat daar zo net is verteld, is iets wat ik heel vaak hoor in de klinische praktijk. Van zowel mannen als vrouwen met autisme. Toch wel meer vrouwen met autisme die dit vertellen. Maar ook ouders die dit vertellen over hun kind. Dat ze hun kind dit al zien doen. Ja, en hebben ze daar dan ook last van? Of klachten over? Al op het moment dat ze bij ons komen wel. Daarvoor misschien niet. Maar wat je ziet is dat het camoufleren, dat veel energie kost. En dat je daardoor bijkomende klachten kunt krijgen. Dat je een burn-out kunt krijgen, angstig kunt worden, depressief kunt worden. En dat zijn de momenten dat zo iemand ook bij ons kan komen. Ja, serieuze klachten dus. Serieuze klachten. Ja. En als we dan kijken naar Mandy besprak daarnet het camoufleren en heeft het dan over maskeren, compenseren. Assimileren. Daar heeft hij het nu niet over, maar dat zit ook in het grotere fragment wat je kunt zien, ook het punt van assimileren. Dat allemaal een onderdeel is van het camoufleren. Ja. Camoufleren is een beetje een moeilijke term. Hè? We hebben er ook een andere soort beleving bij. Ja. Maar het is een soort van theoretische term die gebruikt wordt voor verschillende onderdelen om normaal over te komen. Ja, ik lees ook even een aantal citaten voor. Ja. Want er is veel gereageerd in de social media. En die maken ook veel duidelijk. Mensen hebben heel veel hun ervaringen, hun eigen ideeën daarover gedeeld. Eerste citaat. Gesprekken voeren over van alles en nog wat en over sociale relaties, dat put me enorm uit. Ja. Ik camoufleer niet zozeer, zegt een ander, om mijn autisme te verbergen, omdat ik simpelweg niet geaccepteerd word als ik het niet doe. Ik zou het dan ook geen camoufleren, maar onderdrukken willen noemen. Ja, ja. Nou, en dat is dus een van die onderdelen van camoufleren. Dat is eigenlijk die ene component, maskeren. Het verstoppen van het autisme. Het een beetje weghouden van je autisme, maar anders doen, waardoor anderen het niet zien. Ja. Dat noemen ze ook camoufleren. Ja. Ik lees er nog twee voor. Dochter van bijna 16 jaar, schrijft de moeder, is meester in camouflage. Maar dat levert louter stress, depressie, suïcidale gedachtes en automutilatie op. Ja. Dus dat is heel serieus, hè? Ja. Dat kan betekenen. Ja, en dan, dat zijn de momenten waarop mensen bij ons terechtkomen. Ja. Hè? Omdat het een meisje te lang en te veel op haar tenen moet lopen en dan schiet het door. Ja. Hè? Dan gaat het echt te ver. Ja, want ik lees er nog een. Ik herken dit helemaal bij onze zoon, schrijft de moeder. Al vanaf groep 2 is hij sociaal wenselijk gedrag aan het kopiëren. Dat gaat hem ook steeds beter af. Ja. Dan ga ik toch even naar die rol van die ouder. Ja. Die ook ziet hoe hun kind zijn best doet of dat niet ziet. En ik kan me voorstellen, ouders aan de ene kant pushen om bepaald gedrag te laten zien. En aan de andere kant misschien ook wel weer worstelen met dat andere gedrag wat niet zo goed bij ze past. Nou, ik denk dat je als ouder wil je gewoon heel graag dat je kind goed mee kan in de sociale wereld. Dus je gaat al heel snel dingen zeggen van, goh, kijk me aan. Dat soort dingen. Mensen, leerkrachten op school gaan ook opmerkingen geven. Soms wordt ook gezegd van, goh, doe eens normaal, joh. Het is niet altijd verkeerd bedoeld. Ja. Maar het dwingt je steeds meer in van, oh, blijkbaar doe ik het anders dan anderen. Ik moet me aanpassen. Ja, maar het is niet per definitie zo dat die motivatie uit jezelf komt. Het is ook soms druk van buitenaf, hè, die daaraan bijdraagt, of niet?
Ja, beide spelen mee. Maar wat ik soms hoor van sommige mensen is dat ze zich echt al van hele jonge leeftijd kunnen herinneren. Van ik heb toen besloten om anders te doen, want ik wou niet erbuiten vallen. Ik wou wel naar de kleuterklas kunnen. Ja. En is dat dan opgedrongen door de maatschappij? Ja, het is een hele wisselwerking. Ja. Hè? Aan de andere kant kun je zeggen van ja, maar het kopiëren van gedrag, hè, dat doet, daar zijn we allemaal wel mee bezig. We observeren, ja. We kijken, we nemen over, we spiegelen. Ja. Ja. Dus hoe, wanneer gaat dat fout? We doen het allemaal, maar ik denk dat mensen met autisme het in een veel hogere graad moeten doen. En het ook veel meer energie kost. Dan kan het fout gaan, hè, omdat het zo veel vergt. Ja. Ja. Er is een heleboel over het onderwerp te zeggen, ja. Dus ik ga er af en toe even misschien wat rap doorheen. Dan kom ik bij het verschil tussen vrouwen en mannen. Ja. Want bij vrouwen, althans blijkt uit onderzoek, ook van Will Mandy, blijkt dat dat sociale kopieergedrag dat meer aanwezig is, ja. Meer gebeurt dan bij mannen. Ja. Ja. Hoe verklaar je dat? Dat zijn denk ik enerzijds ook wat normale man-vrouw verschillen. Die eigenlijk al beginnen van seconde één na je geboorte. Waarin wij meisjes anders benaderen dan jongens. He, als we een fotootje zien van een kindje en niet weten of het een jongetje of meisje is, maar horen dat het een jongetje is, van stoer kereltje. En bij meisjes van wat schattig. He, dus we benaderen al anders. En wat je ziet is dat meisjes van jongs af aan al veel meer van hun wordt gevraagd om sociaal te doen, om te delen, om anderen te troosten. Wordt er veel meer gelet op hun verbale en non-verbale communicatie. Dus eigenlijk krijgen ze een soort van natuurlijke behandeling in het socialer en communicatiever doen dan ze in eerste instantie kunnen. Ja. En daardoor worden ze daar meer in getraind. Ja. En worden ze daar ook beter in. En kunnen wij ze wat minder goed herkennen. He, want wij kunnen mannen met autisme, jongens met autisme vaker beter herkennen dan meisjes en vrouwen. En dat heeft hier een stukje mee te maken. Ja, en wat betekent dat dan voor de diagnostiek? De diagnosticus, ziet hij dat moeilijker? Ja. Ja, je hebt veel misdiagnoses. Dus dat een vrouw wel duidelijk psychische klachten heeft. Maar andere diagnoses krijgt. Een angststoornis, een depressie. Die er ook wel speelt, maar men mist wat eronder zit. En het is belangrijk om daar ook zicht op te hebben, omdat er anders problematiek zal blijven komen. Ja. Ja. Oké, ik stel voor dat we het eerste deel even hierbij houden. We gaan naar deel 2 van dit programma. Dat gaat over de vraag, waarom doen mensen dat? Wat is hun motief? En dat leiden we in ook weer met een fragment uit de lezing van Will Mandy. And there were two main types of reason that people gave. One was called assimilation, actually, and was a sort of more pragmatic motivation for camouflaging. There was something about a kind of need in order to be included and to rub along in neurotypical society. Many people felt that they needed to camouflage for that reason, to assimilate, to kind of fit in. And then there was another theme, which was more about using camouflage to satisfy a desire to relate to people, to know and to be known, giving people the opportunity to connect and to therefore feel supported and safe through relationships. So those were two themes. Let me give you some quotes just to kind of hopefully bring those themes to life. So camouflaging helps to survive in school and college, and it's important for keeping a job. Now this one, when I first saw it, hit me right between the eyes. Why do you camouflage? I want to avoid the bullying, mostly. You know, and I think that's very interesting given Simon's point. So here we have a situation where lots of autistic people are feeling obliged to pretend not to be autistic in order to avoid victimization and threats. So I think camouflaging leads us into almost a sort of political arena where we need to be thinking about prejudice, discrimination and stigma. And to see camouflaging as a kind of a way to attempt to manage imbalances in power.
There are also more positive reasons, and this is more about the to know and be known theme. It enables me to be with other people in a way that's relatively comfortable for me and for them. Ja, dat was Will Mandy. Ik wil eigenlijk aansluiten nog met een citaat van een reactie wat we binnenkregen. Dat is een vrouw die schrijft: ik heb ruim 40 jaar Oscar-waardige acteerprestaties geleverd om erbij te horen. En wat heeft dat opgeleverd? Een hoop stress, laag zelfbeeld, depressie, burn-out en mezelf volledig kwijtraken. Na mijn diagnose in november 2017 kan ik dat eindelijk gaan proberen los te laten en zijn wie ik echt ben. Hierin heb ik nog een lange weg te gaan omdat mijn oude gewoontes er te veel zijn ingesleten. Ik moet ze eigenlijk weer afleren. Wat vind jij? Moet die mevrouw dat allemaal weer gaan afleren? Als zij, ik snap haar zoektocht, hè, naar haarzelf. Ja, dit is iets wat ik heel veel mensen ook hoor vertellen. Het is het weer terugvinden van jezelf. Hè? Als je zo lang gecamoufleerd hebt, kun je ook ver van jezelf komen te staan. En niet meer weten van, goh, wat wil ik nou eigenlijk? En wie ben ik? Wie ben ik? Om daar weer terug naar te komen. En moet je dan het camoufleren helemaal van je af zetten? Dat ook niet. Maar het gaat erom dat je een evenwicht vindt. Mm-hmm. Althans, als je daar problemen mee hebt. Hè? Er zijn mensen die niet bij ons komen en die hier helemaal geen problemen hebben. Er zijn mensen met autisme die niet camoufleren en dat prima hebben. Er zijn mensen die het wel doen. Die reacties hebben we trouwens ook gekregen. Hè? Precies. Van mensen die zeggen van flauwekul, flauwekul, dat doe ik niet. Gewoon jezelf zijn. Gewoon jezelf zijn en zijn heel authentiek en dat lukt hen ook heel goed. Anderen camoufleren enorm, van 's ochtends tot 's avonds, maar hebben daar zelf een evenwicht in gevonden. En anderen hebben daar moeite mee. Mm-hmm. Ja. Maar ik wil mezelf terugvinden. Wie ben ik? Ja. Die vragen. Ja. Die lijken super lastig om te beantwoorden. Ja. Want hoe vind je dat? Ja, nou, dat is een hele lastige. Kijk, wat ik ook heel vaak hoor is dat mensen ook zeggen: ik voel me een chameleon. Ik pas me altijd aan anderen. Maar ik weet niet wat ik nou eigenlijk zelf wil. En hoe kom je daar weer achter als je dat 40 jaar niet hebt gedaan? Ja. He, en dan, dat is een proces waarin je weer moet gaan zoeken van wat zijn jouw sterktes, wat zijn jouw zwaktes. Hoe kun je met je zwaktes omgaan, maar hoe kun je ook meer van je sterktes krijgen? Ja. Wanneer camoufleer je wel? Wanneer betaal je daarvoor? Want dat kost ook energie. Ja. En wanneer denk je van, nou, nu doe ik het dus gewoon niet. Ja, ik pak even een vraag erbij die we uit chat hebben opgepakt. Een mevrouw of een man, dat weet ik dan niet. Vrij bewust proces, maar merk achteraf dat ik gesprekstechnieken en mimiek van anderen heb aangeleerd. Is dat ook camoufleren? Dat je bijvoorbeeld meelacht met de groep. Hè? We hebben daar ook over gepost. Ja. Er is een groep en er wordt gelachen, er wordt een grap gemaakt en je lacht ook mee. Terwijl je de grap niet snapt. Terwijl je de grap misschien niet snapt. Nee. Nee. Is dat ernstig? Of ik bedoel, wat nou, dat hoeft niet. Mij komt dat heel veel voor. Dat komt heel veel voor. Ik denk dat iedereen dat wel eens doet. Maar ik denk dat heel veel mensen met autisme dit herkennen als van, oh, ik doe dit zo vaak. Hè? Dus dat zij weten van, dat vaak nodig is. Of wat meer tijd hebben om na te denken van, wat was de grap nou eigenlijk precies? Ja. En daar niet de tijd voor hebben in zo'n gesprek. Ja. En heel veel van die dingen doen mensen, soms kun je dit heel bewust doen. Maar ook heel veel van deze dingen doe je onbewust. Dus het kan ook zijn dat je heel onbewust camoufleert. Ja. Want het is zo'n automatisme geworden. Ja. En dat meelachen in een groep kan ook op dat moment een soort sociaal verbond creëren. Ja. Waardoor je wel. Het is een soort van sociaal wenselijk gedrag laten zien. Ja. En als je daar goed bij voelt, dan is dat oké. Okay. Maar krijg je het gevoel van dat je maar aan het doen alsof bent, of jezelf aan het verloochenen bent, dan wordt het een probleem. Ja. We gaan nog even wat specifieker in op de vraag wat het nou precies oplevert. Dat kopieergedrag. Ja. Goed, fout, wat negatieve aspecten, ook wel positieve aspecten. Daar heeft Will Mandy ook het een en ander over gezegd. Dan gaan we nu naar kijken naar dat fragment. Is camouflaging a good thing? Is it a bad thing? Should we be encouraging people to camouflage? Or should we be trying to help them not to feel they have to camouflage? And there were three types of kind of consequences to camouflaging that were identified by our participants. So the first one was quite a subtle one, but there was a sense that some autistic people felt that because they were camouflaging their autism, and therefore not always presenting, if you like, their authentic autistic selves, that meant that unhelpful stereotypes about autism went unchallenged.
Yeah, so that was one idea that was in the data. The most commonly endorsed theme was this one called I fall to pieces. And that can be really summarized by the sense of the exhaustion and the effort that's involved in camouflaging, and also a related phenomenon of the kind of the anxiety about getting things wrong. You know, that constant sense that, you know, am I doing this right? You know, almost life as a performance and the kind of performance anxiety that can come with that. And then the third theme was about identity. So there was this idea that if you spend a lot of your time feeling you need to pretend to be somebody else, you know, what effect does that have on your identity development, on your integrated sense of yourself as a person, when there's a major disconnect between, in a sense, how you experience yourself and how other people experience you? Ja, ik wilde eigenlijk graag aansluiten bij wat hij zei aan de laatste vraag die hij stelde. In hoeverre zit dat identiteitsontwikkeling in de weg, dat kopiëren? Hoe verhoudt zich dat nou eigenlijk tot elkaar? Ja, als je te veel gaat samenvallen met een ander, dan ga je voorbij aan jezelf. Dus dan gaat dat heel erg daar wel zijn impact op hebben. En dit is iets wat ik wat vaker ook hoor van vrouwen in de 50, 60, die dan pas voor een diagnose komen en eigenlijk met identiteitsproblemen komen. Die zeggen van, ik weet niet wie ik ben. Hè, wat we daarnet ook al over hadden, het chameleongevoel. Mm. Ik heb steeds me aangepast aan wat het buurmeisje leuk vond, wat het meisje in de klas naast me leuk vond. Ik heb de kleren gedragen die mijn collega's dragen, muziekkeuze van een vriendje. Maar wat wil ik nou eigenlijk? Wie ben ik nou eigenlijk? Mm-hmm. En daar een hele achterstand in hebben. Ja. Is die achterstand dan in te lopen? Is dat met therapie op te lossen dan? Of? Ja, dat probeer je wel te doen. Je probeert wel te kijken van... Ik vond het wel grappig. In het fragment werd ook genoemd met... Ik ben in stukjes uit elkaar vallen. Ik had een mevrouw bij mijn behandeling... Die vertelde van, goh, door de diagnose heb ik daarna weer alle stukjes in de therapie weer bij elkaar gelegd. En heb ik een nieuwe mozaïek. Het is niet hetzelfde als daarvoor, maar het is een hele mooie mozaïek geworden. En dat is wat je probeert te doen in de behandeling door veel meer naar de persoon zelf toe te gaan. En te kijken van, goh, maar wie ben jij? Waar ben je goed in? En de een kan dat al wat makkelijker dan de andere, maar het is wel vaak een proces waar je toch wel even mee bezig bent. Ja. Ja. Even een zijpad. Sociale vaardigheidstrainingen, dat gebeurt ook heel veel. Ja. Jongere kinderen krijgen vooral vaak bij sociale vaardigheid. Ja. Ja. Hoe verhoudt zich dat nou hiertoe? Wat je in sociale vaardigheden probeert te doen, is kinderen uitleggen hoe sociaal contact werkt en hun een aantal regels aanleren die ze dan kunnen toepassen. Wat ik zelf altijd heel belangrijk vind, is dat kinderen ook heel goed weten dat het een soort van script zijn, regeltjes die ze aanleren, dat de praktijk soms wel weer anders kan zijn. Dus iets kan net wat anders zijn waardoor die regel niet werkt. Dus het is belangrijk om te gaan kijken of je die regel toch zo flexibel mogelijk kunt houden. En als het fout gaat, naar wie ga ik dan om te laten helpen? Ja. Dus ja, camouflage zit misschien ook een stuk daarin, in de sociale vaardigheden. Al weet ik niet of ze dat echt heel expliciet zo benoemen in trainingen. Nee, dat weet ik ook. Ik kan me nog herinneren, we hebben een uitzending gemaakt over meisjes en autisme. Ja. En daar ging het ook over training, pubertraining. Ja. Wat daar wel heel erg helpend was dat ook jongeren voorgedaan werd hoe in sociale situaties met elkaar werd gesproken, welke codes dan gelden. Ja. En dat hielp ze dan wel ook in het contact leggen met soortgenoten, met jongeren. En wat je dan doet is dan eigenlijk dat tweede deel, hè, het compenseren. Je leert ze bepaald gedrag aan die ze kunnen gaan kopiëren. Ja. Of waarin ze een keuze hebben om dat te kopiëren of niet te kopiëren. Ja. Ja. Kortom, er ontstaan meer vaardigheden om... Je krijgt een grotere toolbox met mogelijkheden. Ja. En wat ik wel ook nog belangrijk vind, is dat mensen daar dan wel een keuze in blijven houden. Van doe ik dit nou wel of doe ik dit nou niet? En wanneer wel, wanneer niet? Ja. Ja. Dat brengt ons een mooi bruggetje naar het derde deel van dit programma. Van hoe vind je nou eigenlijk een balans? Wat kan je helpen? Wat kan schadelijk zijn voor jezelf, daar moet je dus een weg in vinden. En ik wil eigenlijk beginnen met het voorlezen van weer een paar citaten.
Ik merk dat het sociale contact dat ik zelf opzoek meestal gerelateerd is aan iets dat ik interessant vind. Dat maakt het een stuk makkelijker. Bijvoorbeeld naar een lezing gaan en na afloop met mensen praten. Dus ook een strategie om te kiezen voor onderwerpen die je nabij zijn. En dan weet je ook dat sociale contact daarna makkelijker gaat. Vond ik wel een leuke. Een gewone vriendschap onderhouden, schrijft iemand anders. Dus kletsen is een stuk moeilijker. Het kost niet alleen veel energie, maar is ook moeilijk in te plannen. Je weet namelijk niet precies of en wanneer je na je werk en huishouden nog voldoende energie over hebt voor iemand. Ja. Dat is de andere kant van het verhaal, ja. hè? Ja. Die balans. Ja. Hoe vind je daarin nou de weg? Heb jij de heilige graal? Nee, die heb ik niet. Het is voor iedereen anders. Hè? Het is voor ieder individu weer anders. En het kan ook op een ander moment in je leven ook weer anders zijn. Maar ik denk, de formule die er wel een beetje achter zit, is denk ik van probeer een weg te vinden om dicht bij jezelf te kunnen zijn. Om te weten van, wat vind jij nou belangrijk? En kun je daar dichtbij blijven of niet? En wat als dat niet kan, kun je er naartoe om dat wel meer te bereiken of niet? Ja, oké. Okay. Mag ik even met een voorbeeld komen? Dan stel, je hebt die behoefte om toch heel erg sociaal onder mensen te zijn. Hè? Ja. Dat kan ik me heel goed voorstellen. En tegelijkertijd weet je dat het vaak ongemakkelijke situaties oplevert. Je weet daar niet goed raad mee. Je weet ook moeilijk aan te sluiten. Maar die behoefte heb je wel. Ja. Ja. Dan kun je wel tegen jezelf zeggen, ja, maar daar ben ik niet handig in, dus dan ga ik die situaties maar mijden. Nee. Dat kan ook niet, hè? Dat zeg ik ook niet. Nee. Maar leg hem als casus voor. Ja. Maar sommige mensen kiezen ervoor om wel dat niet te doen. Of dat te minimaliseren. Anderen kiezen ervoor van, nou, ga ik wel doen, maar ik ga me voorbereiden. En houden ook rekening mee. En daarna heb ik hersteltijd nodig, want dat kost gewoon energie. Dus plan die in. Plan dat in. En het kost meer energie dan wij soms kunnen voorstellen. Na een verjaardagsfeestje gaan kan je 2 dagen kosten om weer van te herstellen. Maar sommige mensen vinden het prettig om, als dat kan, een soort partner in crime mee te hebben. Iemand die weet van hoe moeilijk het voor je is en je daarin wat kan ondersteunen. Anderen vinden het prettig om het maar bij zo'n verjaardagsfeestje te houden. Van, nou, ik ga helemaal aan het begin of ik ga helemaal op het einde. Je hoeft er ook niet de hele tijd te zijn. En dat is ook iets wat heel veel mensen met autisme ook wel hebben. Een bepaald idee van hoe dat zou moeten. Ja. Maar er zit vaak veel meer variatie in. En daar probeer je naar te kijken van, wat is variatie die ook oké is? Ja. En kun je daar eens wat van proberen? Ja. Nou, helpt het dan ook om open te zijn over je autisme? Aan de ene kant hebben we het over camouflage. Hè? Ja. Autisme camoufleren door sociaal gedrag te kopiëren. Aan de andere kant helpt het misschien wel juist om dat niet te camoufleren en daar open over te zijn. Ja. Te zeggen wat je werkelijk voelt en denkt. Dat is een lastig punt, want het hangt heel erg af in wat voor omgeving je zit. Hè? Is het een werkomgeving bijvoorbeeld waar mensen totaal geen begrip hebben voor problemen van mensen? Dan is dat vaak niet zo handig om het daar te vertellen. Mm-hmm. Heb je een werkomgeving waar dat wel kan, dan is dat zeker ook aan te raden om te doen. Maar ik denk dat het belangrijk is dat je daar eerst zelf een stukje mee in de reinen bent gekomen en dat goed kunt uitleggen. En sommige mensen kiezen ervoor van, ik vertel niet dat het autisme is, maar ik zeg gewoon dat ik wat introverter ben of wat meer moeite heb met sociaal contact. Ja. Dus dan kun je het omschrijven. Ja. Wat ik wel vaak zie is als mensen hun omgeving mee kunnen nemen en hun omgeving steunend reageert, dat het heel prettig kan zijn. Ja. Hey, we hebben ook wel eens een uitzending gemaakt, het is maar een klein voorbeeldje hoor, over het kerstdiner en over de feestdagen en hoe je daar dan toch in kunt voegen door heldere structuur, voorspelbaarheid, af en toe een pauze te nemen en dan weet je dat je het wel aan kunt. Ja, even naar de auto en daar even zitten. Bouw even wat tijd in tussen de verschillende gangen, dat een ander even de gelegenheid heeft zich terug te trekken. Ja. Op die manier kun je natuurlijk ook de omgeving betrekken, anderen betrekken bij. Ik kijk ondertussen ook even naar de vragen, want die zijn hier bij ons neergelegd, die binnenkomen via de chat. Ja. Ik pak even het boekje erbij. Even kijken, vraag, kost het wel eens geen energie? Ja. Kost het wel eens geen energie? Ja. Zijn er ook mensen met autisme die het dus wat makkelijker afgaat? Of kan nou, het zo niet zijn? Die vraag zou ik binnen de chat zelf willen stellen, denk ik, aan mensen. Van, goh, zijn er mensen die dat zo ervaren? Ja. Ik werk natuurlijk binnen een GGZ-instelling en ik zie de mensen die er moeite mee hebben. Ja.
Ja. Ik zie niet de mensen die er geen moeite mee nee. hebben. Maar misschien kun je nog iets zeggen over verschillende kenmerken van autisme. En dat bepaalde kenmerken opleveren dat je sociaal misschien wat meer problemen hebt om te voegen. Neem bijvoorbeeld Theory of Mind. Of het is maar net waar je problemen zitten ook. Hè? Het is ook net waar je problemen zitten. Kijk, als je heel veel moeite hebt met je inleven in andere mensen, hè, de Theory of Mind, dan heb je, kun je hier veel meer moeite mee hebben. Maar dat wil daarvoor. Ik denk dat als mensen dan camoufleren, dat het hun ook wel kan lukken. Zeker als je een goede intelligentie hebt en goed executief functioneren hebt. Alleen dan ga je wel een prijs betalen. Dat gaat heel veel energie kosten. Ja. Is je inlevingsvermogen, Theory of Mind, wat minder aangedaan, dan zou ik me kunnen voorstellen dat dat makkelijker kan. Alleen als je dan wat meer moeite hebt met executief functioneren. Want je moet toch wel verschillende scenario's weer in je hoofd houden. En dan gaat het misschien toch weer spaak daarop. Ja, dus dat ja. weet ik niet. Dus, ja, het is ook nog heel erg een onontgonnen gebied. Je moet nog echt heel veel meer onderzoek naar gedaan worden. Het ligt eigenlijk zo voor de hand om je onderzoek net te doen, toch? Ja, en dat gebeurt nu ook. Maar dat mag nog wel veel meer. Het is eigenlijk nog maar net begonnen. De laatste 5 jaar of zo dat we hier aandacht voor hebben. Hmm. Ja. Iemand schrijft, ja, maar camoufleren gebeurt vooral in de kennismakingsperiode. Ja. Als je de mensen nog niet zo goed kent, denk ik. Ja. En daarna, denk ik, ga je jezelf wat meer laten zien? Wisselt heel erg. Sommige mensen hebben dat inderdaad in het begin. En voelen zich op een gegeven moment meer op hun gemak bij mensen. Kunnen meer zichzelf zijn. Dus dan kan het camoufleren wegvallen. Voor anderen is het juist omgekeerd. Die vinden het eerste contact maken wel oké. Niet zo moeilijk, hebben daar ook scripts voor. Maar als het dan diepgaande wordt, dan wordt het lastiger. En hoe moet je dan doen? Dus dan nog veel meer moeite hebben met het camoufleren. Dus dat kan denk ik wel per persoon wisselen. Ja. We hebben nog even over die SOFA-trainingen, want we hebben het er net over gehad, die sociale vaardigheidstrainingen. Leren kinderen daar nou eigenlijk camouflagetechnieken, wordt hier gevraagd? Wat kinderen daar vooral leren is van als je graag met kinderen op wil meevoetballen en je staat aan de zijlijn, hoe kun je ervoor zorgen dat je wel mee kunt spelen? Hoe kom je ertussen? Die krijgen een aantal technieken aangeleerd die andere kinderen van nature aangewaaid krijgen en zomaar kunnen, krijgen zij expliciet uitleg van, goh, je kunt dat zo en zo doen. Ja. In sociale vaardigheden leer je ook van, als je gepest wordt, hoe kun je daarop reageren? Dus het is, sociale vaardigheden kan heel erg helpend zijn voor kinderen om ze een stapje verder te helpen. Ja, maar je mag geen camouflagetechnieken noemen, hè, toch? Misschien dat ze er een beetje tussen zitten. Ja. Camouflage klinkt soms ook zo negatief, ja, hè? Ja. Het is, kijk, ik hoor ook, er zitten twee kanten aan. Er zijn mensen die zeggen, camouflage heeft voor mij ook een wereld opengebracht. Het is ook een soort vorm van persoonlijke ontwikkeling, die er heel veel positief in zien. Ja. En anderen hebben er heel veel last van, met de identiteitsproblemen. Ja. Dat het veel energie kost, dat je er somber van wordt. De vraag goed of fout kun je niet beantwoorden. Nee, het is vooral het proberen vinden van die balans daartussen. Ja. Nog even, kun je die sociale vaardigheid, we hebben het er nu over, kun je sociaal gedrag aanleren en dan ook echt internaliseren dat het duurzaam aanwezig is, dat verbetert? Ik denk wel dat je daarin kunt verbeteren. Althans, dat zie ik ook wel in de praktijk. Maar je zult altijd je autisme blijven houden. Dus dat gaat niet weg. En moeite hebben met sociaal contact is wel een van de kernonderdelen van het autisme. Dus helemaal weggaan zal dat niet. Bovendien, wat je geleerd hebt toen je 20 was, kun je misschien niet meer toepassen op je 30ste of je 40ste. Want ook je omgeving gaat weer veranderen. Ja, omstandigheden. Dus het zal toch wel altijd inspanning kosten. Ik lees nog even één citaat voor. Ik doe dit al van kinds af aan. Kopiëren, aanpassen, op school, werk, zo normaal mogelijk doen. En de consequentie is nu dat ik na een burn-out volledig goedgekeurd ben door het UWV.
terwijl ik helemaal geen 40 uur meer aan kan. Dus dat camoufleren heeft opgeleverd dat ook een UWV, ja. en misschien zelfs ja. ook wel zorg, hè, dat heb ja. ik elders ook gelezen, ja. denken van, ja, geen probleem. Je kon je hele leven dit al, waarom ja. kun je dat nu ineens ja. niet meer? Ja. Is helaas een verhaal wat ik ook wel heel erg ken. En Els Borgesius in Amsterdam heeft zelf een onderzoek gedaan, waarin ze heel veel vrouwen heeft bevraagd die in soortgelijke situaties zitten. Ik geloof dat ze iets van een 15 vrouwen heeft bevraagd, maar 14 daarvan, of 1 van de 15 lukt het om een baan te houden. Alle anderen lopen vast, komen in een burn-out terecht. Maar weten zo goed te compenseren en camoufleren dat als je met ze praat, denk je van, misschien als bedrijfsarts van nou, dit moet toch wel kunnen. Maar in de praktijk wil het niet. Raken mensen toch wel helemaal overspoeld en wil het gewoon niet. En wel misschien wel toen ze nog 20 waren, en snapt ze het zelf ook niet van ja, maar toen kon ik het toch toen ik 20 was en verpleegkundige was. En nu lukt het me niet meer. Waarom niet? Maar het leven wordt ook complexer en je wordt natuurlijk ook ouder. Dus het compenseren en camoufleren gaat misschien ook wat minder makkelijker. En je draagt natuurlijk ook je bagage mee van al die jaren op je tenen gelopen te hebben. Ja. We zijn ondertussen al bijna 40 minuten onderweg. Dus ik wilde naar de afronding toe. Ik wilde ook nog even aandacht vragen voor 2 boeken die we hier op tafel hebben gelegd. Ja. Die wellicht helpend zijn. Ik hou ze even omhoog. Deze 2. Ik moest even een beeld houden. Kijk, doen alsof je normaal bent. Een handboek voor Aspergervrouwen. Waarom deze boeken, Els? Het zijn 2 boeken van Lyanne Holiday Wiley. We hadden hier ook andere boeken kunnen leggen. Maar het is meer autobiografisch. En ik vind zelf dat je heel veel kunt leren uit autobiografische verhalen. En zij vertelt ook heel erg hoe dit voor haar is om normaal te doen. De gevolgen daarvan, als je het vertelt, wat de voor- en nadelen daarvan zijn. Hm. Dus vandaar dat ik ze hier liggen heb. Maar we hadden er ook andere kunnen liggen. Ja, en tenslotte nog, even kijken, wilde jij een website noemen? Ja, ik ben zelf voorzitter van de Female Autism Network of the Netherlands, afgekort als FAN. En dat schrijf je met F-A-N-N. En dat is een netwerk van onderzoekers, psychologen, maar ook mensen met autisme die de kennis rond meisjes en vrouwen met autisme wil verbeteren. En we willen graag kennis delen. Dus ja. op onze website staat van alles. De website is nog niet zo lang online, sinds Wereld Autisme Dag van dit jaar. Maar we gaan er steeds meer opzetten. Ja. En omdat camoufleren toch ook iets is wat vrouwen veel doen, zal daar ook wel het een en ander over komen. Nou, we zullen de link ook nog even delen in onze chat. Dan is het makkelijker om hem te vinden. Ja, dan stel ik voor dat we afronden. Ja. Mijn grote dank voor jouw aanwezigheid en jouw informatiedeskundigheid. Ja. U als kijker natuurlijk bedankt voor het kijken en voor alle reacties die zijn binnengekomen over dit onderwerp. Ik vermoed dat dit nog wel leidt tot misschien een subthema binnen dit thema. Dat gaat veel mensen aan. En omdat er zoveel reacties zijn gekomen, denken we dat het zeker nog wel een 2e uitzending verdient. In ieder geval, tot een volgende keer.